Ik denk dat je enerzijds presenteren zelf natuurlijk wel leuk moet vinden. Je moet het fijn vinden om voor een groot publiek verhalen te vertellen. Ik heb wel heel veel nog geleerd. Hoe ik moet staan, hoe ik moet vertellen, hoe ik overkom. Presentatietips, ja, die heb ik wel heel veel. Ik denk in de eerste plaats moet je ervoor zorgen dat je lekker stevig staat op de grond. Dat scheelt al heel veel. Als je echt voor heel veel mensen staat, kun je natuurlijk wel zenuwachtig worden. Maar als je dan al voelt dat je lekker stevig gewoon met je voeten op de grond staat, dan kom je zelf ook al steviger over. En bereid je ook heel goed voor, in die zin dat je weet wat je wil vertellen. Dan bedoel ik niet dat je ellenlange teksten moet gaan uitschrijven en die helemaal in je kop moet gaan stampen en die dan op moet gaan ratelen. Maar pak een paar kernbegrippen en verzin daar een verhaal bij en ga voor het publiek staan. En vertel gewoon lekker. Dat vinden mensen fijn. En vergeet je dan dingen? Echt totaal niet erg, want dat weten die mensen ook niet. Zenuwen. Ja, die heb ik ook gehad. Ik weet nog heel goed de allereerste keer toen ik ging presenteren. Ik had van tevoren heel veel geoefend. En toen zeiden collega's tegen mij, als je voor die camera gaat staan en je moet je allereerste tekst doen, dan zak je zo door de grond. Ik voelde toen wel wat echt zenuwen waren. En daarna zei een collega tegen mij, en dat is ook echt waar, het is een beetje een dooddoener misschien, maar hij zei, Dion, je moet kilometers maken en dan gaat het vanzelf beter. En zo is het ook. Het is echt zo. Ik zat net bij het NOS-journaal en ik had mijn uitzending van 7 uur 's ochtends. En ik was nog heel ijverig met mijn tekst, want ik wilde natuurlijk helemaal geen fouten maken. En op mijn klokje stond dat ik nog een halve minuut had, dus ik was lekker zo aan het lezen. En op een gegeven moment hoorde ik de regisseur heel hard in mijn oor schreeuwen, Dion, je bent in beeld! En toen schrok ik zo op en heel veel mensen dachten dat ik aan het slapen was. Dat was ik niet aan het doen, maar het zag er heel komisch uit. En ik kon uiteindelijk ook heel hard lachen erom. Ik ben Olje Gulsen van Supertrash en SD Studio. Na 10 jaar heel hard werken en altijd maar doorrennen,